ghee is een hele zuivere vorm van geklaarde boter. En het heeft als belangrijke eigenschap een enorm hoge verbrandingstemperatuur. En dus je kan er super heet in bakken, terwijl je wel de rijke smaak en geur houdt van roomboter, zoals we dat allemaal kennen. Mijn moeder die maakte altijd haar eigen ghee, dus ik ben echt opgegroeid met ghee. Ja, en als puber vond ik dat maar het gekke eten van mijn moeder. Maar ja, een paar jaar geleden dacht ik van, hé, wacht eens even, dit is eigenlijk echt heel erg mooi en lekker spul. Dus ben ik dat gaan maken op een hele kleine schaal, samen met twee vrienden, in een appartementje op 2 Hoog in Amsterdam. Een soort van als grap, kijk wat er gebeurt. En dat is eigenlijk nogal uit de hand gelopen. En was er een item in een programma met 14 miljoen kijkers, wat echt helemaal over onze ghee ging en over ons product. Dus nou ja, het was daarvoor al niet aan te slepen, maar nu loopt het echt totaal uit de hand. En waren we kort na dat programma, stonden we in de top 10 van meest verkochte foodproducten op Amazon in Japan. Dus dat zegt wel iets over de volumes. Dus we hebben eigenlijk vooral heel hard gelachen en ja, daarna snel een tandje erbij in de productie en kop op en door, zeg maar. Ik ben de praatjesmaker van ons drie en de anderen die zijn meer bezig met de productie. Dus ik lach altijd en denk, joh, kom maar door met meer. En die andere boys die zijn dan met elkaar in overleg en die zitten dan van, oké, we moeten weer opschalen. Kunnen we de ruimte naast ons er nog bij huren? We hebben meer personeel nodig, meer apparatuur. De toekomst moet zijn dat in ieder huishouden in Nederland ghee een belangrijk onderdeel is. Hè? Dat je gewoon, waar bak je ei in, waar bak je pannenkoeken in de ghee. Dat er naast olijfolie is, prima spul, maar voor door de sla, boter, hartstikke lekker. Maar voor op brood, bakken, dat doe je in de ghee. Wel de rijke smaak en geur van boter zoals we dat kennen, maar niet het zwartwordende vet in de pan.